dames en heren, heel hartelijk welkom bij de Highland Games 2015. En zo te horen hebben we er al heel veel zin in. We gaan er een hele mooie dag van maken. Het bier zit mee, dat is besteld. Dat heeft wel wat extra geld gekost, maar oké, dan hebben we er ook wat voor. Zometeen, over 1 minuut, hebben we de officiële, hele officiële opening van de Highland Games 2015. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom en we willen toch weer de Highland Games traditioneel openen door de boze geesten te verjagen. Het gebeurt traditioneel met de pipes en het verjagen van de geesten door het slaan op het schild. En we gaan beginnen in het noorden, weten we nog? Het is elk jaar hetzelfde. Games begin. Dat de deelnemers hier een zwaar gewicht over de balk heen gooien. Hiervoor krijgen ze 3 pogingen. Lukt het binnen die 3 pogingen, dan gaat de balk nog een stukje hoger. Dus ik sta nu bij het gewicht hoog. Gaat dit nou net als met hoogspringen op school? Ja, dat lijkt er wel op. Alleen dit keer mogen ze er dan een kogel overheen gooien in plaats van zichzelf. Ja, ja. Ja, zo'n kettlebell. Ja, precies. Nou, dat valt nog best wel tegen hoor. Hoe zwaar is die? Die voor de dames is 2,5 kilo en voor de heren 3,5 kilo. Oh, dat klinkt nog niet eens zo zwaar toch? Nee, dat klinkt niet zwaar, maar probeer hem maar eens op 5 meter hoog eroverheen te gooien. Dat valt nog best tegen. Ik vind het uitdagend, maar ik ga het niet doen. Maar hoe ver kom je zelf? Ik heb zelf ooit 4,5 meter gegooid, dus het is te doen. Maar... Net als dit team dan eigenlijk, denk ik. Ja, die zat ook op 4,5 meter, inderdaad. Ja. We lopen hier een stukje door en dan komen wij bij een heel ander onderdeel. En dat is het paalwerpen. En de bedoeling is dat je de paal zo ver mogelijk weggooit, maar je moet om zijn eigen as heen draaien. Een heel zwaar onderdeel en dat gebeurt dus hier. Oh, en hier op het veld hebben we ook nog de wheelflip. En dan is het de bedoeling dat het de zware band 6 keer omver gegooid wordt. Pak hem, kom op! Ja! Pak hem! Jullie komen uit België, hè? Ja, klopt. En doen jullie dit nou vaak zo met z'n allen? 1 keer per jaar. Hier. En zijn jullie een beetje goed getraind? We proberen dat toch, ja. Beetje fitnessen, hè? Ja. Wat zeg je? Beetje fitnessen. Hey, maar doen jullie dit onderdeel ook? Nee. Ja, deze. We moeten dat speed nog doen, maar we oefenen dat niet. Oh, dus jullie doen maar wat. Ja, we doen maar wat. En hopen dat hem flipt. Dan hebben we een stukje verderop. Daar zijn ze al begonnen. Daar hebben we het stenen tillen. En ik heb begrepen dat het alleen voor de dames is. En het gaat om tijd. Het gaat om de snelste tijd. Hoe snel krijg je hele zware stenen op die kar? Ja, daar gaat ie. Zo mee pakken. Ja. Deze kant hebben we een heel zwaar onderdeel en dat heet tassen dragen. Dit zijn hele zware gewichten. Ik ga eens even vragen hoeveel die dingen wegen. Even kijken, weet jij het? Die wegen 60 kilo per stuk, dames en heren. 60 kilo. En daar moet 10 meter heen en weer gelopen worden. 10 meter die kant op, 10 meter die kant op. Dus één rondje is maar liefst 20 meter met 60 kilo
Bentas. Ongelofelijke, ongelofelijke gedichten zijn het. Dat ging wel goed, hè? Ja, dat ging zeker goed. Ik heb wel een beetje last van mijn armen nu, maar ik ging er wel echt voor. Ja, maar hoe train je dit? Ja, eigenlijk niet. Het was maar één training heb ik hiervoor gedaan. En toen heb ik ook een beetje gevoeld hoe het ging. En ik wilde er echt van gaan. Dit was mijn onderdeel om te knallen eigenlijk. Dus, ja, want toen ik jou zag dat je begon met lopen, dacht ik van nou, dat wordt niet veel. Want je bent niet heel gespierd of zo lijkt het dan, hè? Nee, dat niet. Ik ben niet heel gespierd, maar er zit wel veel power in me, hoor. Ja. Het record zit op 160. Ongelooflijk, dames en heren. 170 meter, het nieuwe record van vandaag, dames en heren. Applaus voor Bert. Wist je dat je het in je had? Net op nek. Ja, een beetje wel, maar ik ben eigenlijk net begonnen pas dus. Oh ja. Dat is wel allemaal nieuw. Maar had je er wel een beetje op getraind? Ik heb 2 weken geleden begonnen in principe. Oh, oké. Ja. Nou, waar gaat dat heen? Nieuwe Daphne Schippers? Tijd zal het leren. Nee, ging goed. Was leuk. Zijn jullie nu klaar? Nee, ik kom hier nog naar touwtrekken en de Stone of Man. Ja, ga je ook hoge ogen? Hoop het. Ja, toch? Ja. Dit onderdeel waar ik nu inmiddels loop, dat heeft volgens mij te maken met het mannensjouwen. Dat gaan we straks meemaken. En waar ik nu naartoe loop, dat is het hamerslingeren. U ziet ook voor de veiligheid van u en van mij, is er een groot hek omheen. En de eerste deelnemer gaat gooien. We gaan even met z'n allen kijken wat er gaat gebeuren. Dit is hamerslingeren. Ja. Voorheen deden we dat met hamers, maar die gooide men kapot. Dus nu heeft men een stalen kogel aan een stalen handvat gelast. Hamerslingeren. Ja. Maar is dat vereist wel wat techniek, denk ik? Ja, maar ik verbaas me erover dat iedereen het zo verschrikkelijk goed doet. Oh, ja? Dus ik moet zelf nog, voor mij is het voor het eerst, nu, zometeen, maar ja. Je maakt je al zorgen? Nou, wel een beetje, ja. Maar ik denk dat het wel goed komt. En hoe zwaar is zo'n hamer? Ik heb echt geen idee. Nee? Nee, ik weet het echt niet. Maar gaan jullie niet van tevoren oefenen dan bij verschillende onderdelen? De meeste mensen die oefenen netjes van tevoren, maar ik ben toevallig die ene persoon die dat oefenen heeft achtergelaten. Helaas. En de volgende gaan weer van start. Verse vrouwen, maar nog steeds dezelfde mannen. Kijk eens wat de snelheid is. Het zou wel eens een winnaar kunnen zijn. We weten het niet, we horen het straks, maar er gaat één nul zijn. Dames en heren, maak me klaar voor de laatste ronde. En daar gaan ze. De laatste twee dames, gaan ze een gooi doen naar de snelste tijd, ja of nee? We zullen het meemaken allemaal. De bewuste hooibalen. Oh, een van de mannen werkt zelfs een beetje mee. Ik weet niet wat de scheidsrechter gaat zeggen. Daar gaan ze door de waterbak. En dan krijgen we als laatste de slalom. En het is niet mis, dames en heren. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Daar gaan ze over de finishlijn. Oh, en net voor de finishlijn gevallen. Ze moeten wel overheen. En nu stopt de tijd. En daar gaat Pieter. Hij kiest ervoor om te beginnen bij 1,80 meter. En blijkbaar een goede keuze, want de eerste bal ligt wel op zijn plek. Ja,
1,70 meter ligt er ook. Dan gaat hij voor de 1,60 meter. Dat was een makkelijke. De 1,50 meter, wat gaat hij doen? En nog een snelle tijd ook, dames en heren. Pieter uit België. En nog een, kom op. Goeie manier. Goed pakken. Knuppelen zou je willen zeggen. Pak hem. Pak hem. Hij was hoog genoeg. Helemaal. Op je knieën. Dat is 1,60 meter. En nou op je kras. Hij is op de helft. Dat was het. Klasse, jongens.